Vanuit de Maassilo in Rotterdam is dit Week van het Geldjournaal. Met vandaag... Verzekeren. De leerlingen van basisschool Het Vinster in het Friese Workum, die weten er wel raad mee. Je krijgt gewoon je geld terug en dan hoef je niet de schade allemaal zelf te betalen. De opening van de Week van het Geld. Onze koningin onthult 5 kunstwerken van kinderen. Langebaanschaatster Sanne in het Hof is net terug van de Olympische Spelen en nu bij ons in de studio. Vandaag maar denk ook aan later. Hey, hallo, welkom. Ik ben Kim Lian en jij kijkt naar de tweede aflevering van Week van het Geldjournaal. En ook vandaag belooft het een hele gezellige uitzending te worden, want de studio zit vol met de gekke kids. Dit is namelijk groep 8 van basisschool De Globetrotters uit Rotterdam. Hallo! Zijn jullie er klaar voor? Ja! Mooi zo, ik ook. Ik heb er echt zin in. Ik ben helemaal opgepompt. 2 leuke juffen, Claudia en Yvonne. Jullie staan aan het hoofd van deze klas. Wat zijn dit voor kids? Hele leuke kids. Ja? Druk? Soms, maar dat hoort erbij in groep 8 en dat mag ook. Maar ze hadden er zin in? Heel veel zin. Ja. Gelukkig. He, zijn jullie in de klas al veel bezig met geldzaken en dat soort dingen? Ja, nou op dit moment zijn we aan het rekenen met de korting. Dus bijvoorbeeld 3 halen, 2 betalen. Wat je dan kwijt bent aan percentage en zo. Oh, kijk. Dus ja, koopjesjagen. Koopjesjagen, ja. Ja, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Nee. Leuk dat jullie er zijn. Gaan er lekker van genieten. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over geld. We gaan het hebben over verzekeren. Maar we gaan het ook hebben over de billen van Kim Kardashian en Freek Vonk. Nou, zul je je afvragen, wat heeft dat nou met geld te maken? Nou, dat ga ik je straks uitleggen. We hebben namelijk 2 hele leuke gasten hier in de banken of op de bank zitten. Dus we gaan beginnen. Zo. Remco en Sanne, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Straks ga jij, Remco, ons dat hele mysterie uitleggen over Freek Vonk en de billen van Kim Kardashian. Ja. En Sanne, met jou gaan we natuurlijk praten over jouw prachtige schaatscarrière waar je mee bent begonnen. Maar even in het kort, Hoe lang heb je moeten trainen voor die winterspelen in China? Hoe lang? Heel lang. Ja? Ja. Dat is heel lang. Ik schaats al vanaf mijn 6e, denk ik. Maar was je toen al bezig met Nou, dat was toen al wel mijn droom. Maar vanaf ik denk dat je wel 6 jaar echt al wel serieus ervoor traint. Zo zeg. Ja. Oh, dat is nog veel langer dan ik had verwacht. Wauw, nou, ik heb nog meer respect voor jullie sporters. We gaan er straks meer over praten. Remco, met jou wil ik het graag eerst hebben over verzekeren. Want jij bent een verzekeringsexpert. Kan ik dat zo zeggen? Ja, ik werk bij een verzekeringsmaatschappij. Oké, laten we gelijk even beginnen over de billen van Kim Kardashian en Freek Vonk. Daar zit een soort, zij hebben iets gemeen met elkaar, maar wat is dat dan? Nou, Freek Vonk kennen we natuurlijk als bioloog. Die reist de hele wereld over om bijzondere dieren te laten zien. En dat gaat hem niet altijd goed af, hè. Hij is 5 jaar geleden gebeten door een haai. Ja. Moest hij 3 uur lang geopereerd worden, meer dan 100 hechtingen in zijn arm. En eerder dit jaar nog was hij gebeten door een tijgermeerval. Had hij een stekel in zijn hand, moest hij ook geopereerd worden. Maar gelukkig is hij daar goed voor verzekerd en wordt het voor hem betaald. En nu vraag je wel af, wat heeft dat te maken met Kim Kardashian? Nou, dat is natuurlijk een persoonlijkheid. Die is heel trots op haar lichaam en met name op haar billen. Die zijn heel bijzonder. En ze is heel erg bang dat daar iets mee gebeurt. Dus ze heeft die verzekerd voor maar liefst $21 miljoen. $21 miljoen? Ja. Maar zijn ze dat ook waard dan? Moet je dat niet afvragen? Daar verschil je van mening over. Ja, precies. Maar ze hebben wel wat gekost, denk ik. Hè? Want om ze zo te... krijgen. En ze verdient daar haar geld mee. Ze verdient daar geld mee en ze is bang dat dat wegvalt. En dan heeft ze heel veel geld nodig om haar luxe leven wat ze heeft te onderhouden. Ja, dus de overeenkomst ligt hem in de verzekering. In de verzekering, ja. Oké, dan is dat helemaal duidelijk. Over verzekeren gesproken, jongens, zijn jullie daar al mee bezig? Bijvoorbeeld, wie zijn fiets is er wel eens gestolen of iets anders? Ja, dat hebben jullie wel eens meegemaakt? Dat er iets gestolen is van je? Ja? Of heeft iemand wel eens iets laten vallen wat heel kostbaar was? Ja, wat heb je... Je tas in de metro vergeten. Ja, dat is uit van die dingen. Ja, jij hebt ook. Ja, roep maar, dan kan ik je horen. De juf vorige keer van haarzelf iets kapot gemaakt. De juf heeft iets kapot gemaakt. Oh. Vertel eens. Wacht, sorry hoor. Dan moet ik. Wat heb je gedaan, Yvonne? Het was gisteren en ik heb mijn tafel geschoven. En toen viel er een heel mooi glaswerkje. Wat we van een kind hebben gehad. Viel op de grond in Duigen. In 100 stukjes, hè? Oh, maar dat heeft dus ook persoonlijke waarde. Dat kun je toch bijna niet verzekeren, Remco, zou je denken? Nou, je kan in principe alles verzekeren. Maar je kan misschien niet datzelfde unieke glaswerkje kun je weer opnieuw kopen. Dat maakt het heel lastig. Ja, inderdaad. Nou, ik vind het wel sneu voor u. Ja. We gaan eens kijken wat groep 8 van basisschool Het Vinster van verzekeren weet.
Wat weet jij van verzekeren? Ja, wel goed, want dan kan je gewoon je geld terugkrijgen als bijvoorbeeld een ongeluk is gebeurd. Hoef je niet de schade allemaal zelf te betalen. Ja, ik denk dat het wel handig is. Daardoor hoef je niet heel veel te betalen. Als er bijvoorbeeld iets kapot gaat, zoals bijvoorbeeld je bank, dan ben je er zeg maar voor verzekerd. Dus dan kun je wel wat minder geld uitgeven en dan wordt het weer gemaakt. Nou, het kost wel geld, moet je van jaarlijks moet je betalen. Soms is het ook wel altijd je eigen schuld, dus dan moet je zelf ook een deel mee betalen op alles. Mijn vraag is, wat gebeurt er met de mensen die niet verzekerd zijn en een huis gaat bijvoorbeeld afgebrand worden? Mijn vraag is, kan je eten verzekeren? Mijn vraag is, kun je alles verzekeren? Wat is het goedkoopste wat je kan verzekeren? Heel veel vragen, Remco, voor jou. Laten we beginnen bij de eerste. Wat gebeurt er met mensen die niet verzekerd zijn en hun huis brandt bijvoorbeeld af? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, want dan heb je geen huis meer om in te wonen. En dan moet je eigenlijk een nieuwe kopen of een nieuw huis huren. En daar moet je dan wel genoeg geld voor hebben. Dus het is eigenlijk heel verstandig om wel een verzekering af te sluiten voor als je huis afbrandt. Dan hoorde ik ook de vraag, kun je eten verzekeren? Nog nooit aan gedacht. Maar nee, ik ook niet. Als het op je bord ligt, niet. Maar misschien wel, als eten wordt vervoerd van Amerika bijvoorbeeld naar Nederland. Dan kan er onderweg iets gebeuren met het juist. Eten. Oh, ja. Dus het transport verzekeren. Van eten kan je dan verzekeren. Ja. Is alles te verzekeren? In principe is alles wel te verzekeren. Maar bijvoorbeeld de nachtwacht in het Rijksmuseum. Ja, dat kun je niet opnieuw daar ophangen als het is gestolen of als het beschadigd is geraakt. Nee. Dus je kan het niet meteen vervangen. Dan zou je er iets anders voor moeten kopen, wat ook weer publiek trekt naar het museum. Juist. En wat is het goedkoopste dat je kunt verzekeren? Ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo goed over nagedacht. Omdat als iets heel goedkoop is, dan hoef je het eigenlijk niet te verzekeren. Dan kun je het zelf gewoon wel betalen. Bijvoorbeeld je gymtas, bijvoorbeeld. Dan kan je wel iets anders uit de kast trekken om in te gymmen. Ja, toch? Dus dat raad je ook eigenlijk als af. Ja. Om iets goedkoops te verzekeren. Hoef je niet te doen. Hoef je niet te als je het zelf kan betalen, hoef je het niet te verzekeren. Kun jij nou eens heel simpel uitleggen wat verzekeren nou eigenlijk inhoudt? Hoe werkt dat? Ja. Er kan ons allemaal iets gebeuren. En soms levert dat een best wel grote schade op. En dat kun je niet in je eentje betalen. En als je nou met z'n allen een beetje geld in een potje stopt, dan kun je uit dat potje, als één van die groep mensen iets overkomt, kun je de schade betalen. Dat geld wat je in een potje stopt, dat heet een premie. Dat geld wordt beheerd door een verzekeringsmaatschappij. En dan spreek je van tevoren af wanneer je iets vergoed wil hebben en wat je vergoed wil hebben. En dat leg je vast in een contract. En dat heet een polis. Ben je eigenlijk verplicht om je te verzekeren voor dingen? Soms wel. Als je een auto hebt, ben je verplicht om te verzekeren. En je bent ook in Nederland je verplicht om te verzekeren tegen ziektekosten. Als je naar de dokter of naar het ziekenhuis moet. Dat zijn de twee verplichte verzekeringen. Dat zijn in ieder geval twee verplichte verzekeringen. Juist. Ja. Maar zou jij nou zeggen, jongens, mijn beste advies is, je moet alles verzekeren in het leven. Zou je dat aanraden? Je hoeft zeker niet alles te verzekeren. Je kunt met risico's kun je ook best wel zelf in de hand houden. Je kan ze voorkomen of verminderen. Voorkomen kan je bijvoorbeeld als je buiten gaat spelen, laat lekker je telefoon thuis. Kan die niet kapot gaan of kwijtraken of gestolen worden? Nou, dat vind ik nou een goede tip. Lekker jongens, spelen. Hebben jullie dat gehoord? Want volgens mij nemen jullie allemaal je telefoon mee overal naartoe, toch? Ja, hè? Ja. Maar je kan risico's ook verminderen. Bijvoorbeeld als je met de fiets naar het zwembad gaat, dan kun je hem natuurlijk goed op slot zetten. En als je een hele dure fiets hebt, dan kan je hem natuurlijk ook niet alleen met een simpel slotje, maar aan de fietsstalling vastzetten of aan een boom, dat hij minder makkelijk gestolen kan worden. Top, Remco. Dank je wel. Hier kunnen wij verder mee. Nou, zeker weten. Dan wil ik heel graag naar Sanne. Want Sanne, lange baanschaatsen. Je zei net al, ik ben eigenlijk al van kinds af aan daarmee bezig. Ja. En nu was jij onlangs dus op de Winterspelen in China. Jouw debuut toch? Jouw eerste keer? Ja, klopt. Hoe was het? Ja, geweldig. Het was echt super gaaf. Ik heb nog nooit zo'n grote wedstrijd meegemaakt. En ja, überhaupt het hele evenement. Het was echt heel erg vet. Ja, kun je vertellen wat dan bijvoorbeeld, hoe zo'n dag er voor jou uitziet? Nou ja, wij trainen eigenlijk twee keer per dag. Want ja, het schaatsen, het sporten is eigenlijk ons leven. Dus je staat op, je gaat ontbijten, je gaat trainen. Dan ga ik vaak fietsen. Yeah. En dan ga je lunchen. En dan 's middags ga je naar de baan toe en dan ga je schaatsen. Jeetje. Dan kom je weer terug, ga je avond eten en dan kan je weer naar bed. Ja, dus, nou, we hebben daar ook beelden van hoe het eraan toe gaat. Ik vind het ook altijd zo mooi om te zien dat je zo lacht. Je bent echt gewoon gelukkig daar op die ijsbaan. Met die schaatsen. Tof hoor. We hadden het net over Kim Kardashian en Freek Vonk die hun lichaam laten verzekeren. Ik kan me voorstellen dat als topsporter dat jouw lichaam ook super belangrijk is. Ben jij eigenlijk verzekerd? Nee, ik ben niet verzekerd. Mijn lichaam is niet verzekerd.
ja, bij ons lichaam is wel heel belangrijk. Maar ja, dat gaat wel voor ons heel ver. Ja? Ja. Echt waar? Zijn er geen andere sporters of schaatsers die jij kent die hun benen hebben verzekerd? Of niet dat ik weet. Hoeven wij niet zijn billen verzekerd of zo? Of zijn haar? I don't know. Nou, het zou zomaar kunnen. Maar nee, dat... Nee. Nee? Nee, dat zijn vaak wel hele grote bedragen ook. En dat is wel next. Ja, dat is waar. Zijn dat altijd grote bedragen, Remco? Ja, Cristiano Ronaldo heeft zijn benen verzekerd voor 144 miljoen, geloof ik. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel geld om dat te verzekeren. Ja, maar als er iets gebeurt met zijn benen, ja, dan natuurlijk, dat kan dan... Hoe zeg je dat? Ja, ik wou zeggen gerepareerd, maar dat klinkt heel mechanisch. Maar je krijgt nooit meer de sterke benen terug die je had natuurlijk. Niet altijd, als je heel erg ongelukkig terechtkomt. Nee, maar ik denk dat hij van zijn verzekeringsmaatschappij ook niet in een vakantie mag gaan skiën of zo. Oh ja, dan krijg je wel... Levert ook wel beperkingen op. Ja. Wat zijn je plannen? Want over 4 jaar zijn er weer nieuwe Spelen. Ja. Wat wil je dan bereiken? Ja, dan wil ik natuurlijk Olympisch goud. Ja? Ja, ja, nee, deze Spelen hebben wel heel veel motivatie gegeven om de volgende keer weer te staan. En dan wil ik echt ook meedoen om de medailles en op de hoogste treden staan. Ja, wauw. Ja. Nou, ik gun het je van harte. Heel veel succes. Oh, en nog één klein vraagje. Ja. Want ik denk altijd, topsporters die zijn zo gedisciplineerd, die zijn zo hard aan het trainen. Ja. En dat is ook zo. Maar ga jij ook op die manier met geld om in je leven? Ja, ik denk het wel. Kijk, het schaatsen is natuurlijk ons werk, dus daar verdienen wij ons geld mee. Maar schaatsen is ook een hele dure sport, dus wij moeten ook wel veel uitgeven. Maar wij krijgen natuurlijk inkomsten en daar zetten wij ook een deel van opzij. En dan sparen we dat ook. Oh, goed. Ja, goed voor de sparen. Toekomst. Ja, maar voor de toekomst, dat klinkt goed. Sanne en Remco, bedankt voor jullie mooie verhalen en blijf lekker bij ons zitten. Wij gaan naar iets heel leuks kijken, want ik vertelde het jullie al. Gisteren is de Week van het Geld officieel geopend door onze koningin Maxima en onze minister van Financiën Sigrid Kaag. En de kinderen die jullie gisteren al bezig zagen met die kunstwerken, die waren daarbij. Zoals u kunt zien, majesteit en minister, zijn dit dus de letters en de hashtag van de Week van het Geld. Ziet het er niet waanzinnig uit? Dat dacht ik ook. Mooi, jongens. Voor de foto. 3, 2, 1. Ja, iedereen staat erop. De Week van het Geld 2020 is geopend door koningin Maxima en minister Kaag. Oh, u bent snel. Ja, hij is gedeeld. Ja, heel goed, heel goed. Bij deze is de Week van het Geld officieel geopend. Ik krijg dan meestal gewoon in briefgeld of in muntgeld. Dat is lekker ouderwet. Dat zag er al fantastisch uit, hè? En ik kan je vertellen dat die kunstwerken die je net zag, die hebben wij nu hier in de studio staan. Kijk eens. Tada! Mooi, hè? Hashtag Week van het Geld. En van dichtbij zien ze er nog toffer uit. En we laten ze lekker de hele week gewoon hier staan. Dat flirt ons decor nog meer op. En dan nu is het tijd voor de kluis. Want gisteren ben ik hiermee begonnen. Er zit hier dus iets waardevols in. Ik weet alleen niet wat het is. Maar ik weet wel dat het mijn taak is om de kluis te openen. Gisteren ben ik daarmee begonnen. Ik kreeg van jullie een fantastische tip. Daardoor kwam ik weer verder. En vandaag ga ik opnieuw een poging wagen om die code te kraken. Kijk mee. Jongens, wat zijn jullie goed bezig. Natuurlijk. Dit zijn de toetsen op het toetsenbord. Het procentteken staat voor de 5, apenstaartje voor de 2 en de hashtag voor de 3. 5, 2, 3. Bedankt voor de tip. De school die mij geholpen heeft staat nu onder in beeld. Ik ga de kluis openmaken. 5, 2, 3. Deurtje open. Pinpas eruit. Zaklamp. Die komt misschien nog van pas. En go! Ja, wat zie ik? Trek voor de sleutel. Als ik hier aantrek, gaat verf vallen. Oh, ja, dat ga ik nog even niet doen. Welk voorwerp wilt u verzekeren? Schoenen, Nerf gun, voetbal of de Pokémon kaart? 10 euro zijn de kosten. Wat is dit? Beetje lauw warm water. Gadverdamme! Eeuw! Het is plakkerig, het is slijmerig. Oké, wat hebben we hier? Mooie sneakers. Met daarboven verf. Oké, een Nerf gun. Een hele vette grote ultra. Iets daarboven verf. Een voetbal. Gesigneerd door Arjen Robben. Vet. Pokémon kaart. Charizard, 150 HP. Met verf erboven. Maar wat wil ik verzekeren?
Het is allemaal waardevol, dus ik ga eerst eens in deze bak rijden. Oké, daar gaan we. Oh, het lijkt wel snot van Shrek. Oh shit, ik krijg hem niet open. Oh, dat is natuurlijk super glibberig allemaal. Ja, ja, ik heb hem. Een briefje. Wat staat er op mijn briefje? Oeh, een pincode. Die hoort natuurlijk bij mijn pinpas. De pincode moet je nooit delen, dus dat moet ik onthouden en tegen niemand zeggen. Ik ga die andere ook openmaken. Yes. 1 oranje min rood. Oh. 2 plus blauw. Nu heb ik hier dus 1 oranje min rood. 2 plus blauw. Ik moet een ton gaan kiezen, maar ik weet niet welke. Ik heb hulp nodig. Ja, dat heb ik zeker. En ik hoop van harte dat jij diegene bent die mij kan helpen. Dus heb jij nou enig idee wat die woorden bij elkaar betekenen? Wat het codewoord is? Of elke hint is welkom? Laat het mij weten op weekvanhetgeld.nl/kluis. Nou, dat was hem alweer voor vandaag. Wat ging het snel? En wat was het leuk? Wat vonden jullie ervan? Ja? Heb je het naar je zin gehad? Heel mooi. Ik hoop ook dat jullie het een en ander hebben geleerd over verzekeren. En jij thuis natuurlijk ook. Remco en Sanne, ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio. Dat gaat ook voor de juffen Yvonne en Claudia. Leuk dat jullie er waren met jullie kids, jullie groep 8. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. En we zijn er morgen gewoon weer om 8:30 met een nieuwe aflevering van Week van het Geldjournaal. En dan gaan we het hebben over keuzes. Welke keuzes ga jij maken en waar geef jij je geld aan uit? Tot morgen. Doei! Yeah! Ik ga sparen, je moet ook.